het COVID-19 crisismanagement team dat na goedkeuring van de wet uitzonderingstoestand is samengesteld, is gisteren voor het eerst bij elkaar gekomen. Dit meldde Danielle Veira van het reguliere management team gisteren op de persconferentie. Het crisisteam bestaat uit verschillende deskundigen, onder wie medische specialisten, en zal er elke maandag bij elkaar komen om de situatie rond het COVID-19-virus te bespreken. Het team zal de regering ook adviseren. Dit team wekelijks bij elkaar gaat komen op de maandag. En waarbij we dus alle zaken die te maken hebben met de maatregelen voor wat betreft de preventieaangelegenheden, de beheersingsmaatregelen, zullen bespreken, bijstellen, monitoren, de zaken van elke dag uitwerken en zo dus dan weer de regering adviseren en dan van daaruit abstraheren wat wij als advies en als maatregel mededelen met u elke dag. Veira zegt dat het crisismanagement team maandag aangevuld zal worden. Deskundigen van andere beleidsgebieden die direct te maken hebben met de coronapandemie zullen worden toegevoegd. Het team is bevoegd tot het vaststellen van plannen en protocollen, alsmede tot het geven van directieven ter uitvoering van alle maatregelen welke in het belang zijn van het tegengaan van een mogelijke verspreiding van het SARS-CoV-2-virus in Suriname. Dit team wordt verder, als u naar de wet uitzonderingstoestand kijkt, dan ziet u dat er nog meer mensen genoemd worden, meer functionarissen genoemd worden die deel moeten zijn van dit team. En die worden dus dan maandag toegevoegd. En dan gaat het dan, als ik dus kijk naar alle vragen die zo worden gesteld, dan begrijpt u dat wij in dit team ook nodig hebben functionarissen van financiën, functionarissen van handel en industrie. Dus die komen dan ook erbij. Je hebt dat en onderwijs. Danielle Veira van het COVID-management team gisteren op de persconferentie. Ze liet weten dat het COVID-19 crisismanagement team gisteren voor het eerst bij elkaar is gekomen.